Deze klok, dat noemen ze een sterilisatiewekker, die gebruikt werd vroeger door veearts Bouwman uit Oosterhout. Als hij dus injecteren had gedaan bij het vee, koeien of paarden, dan moesten die spuiten, die moesten ontsmet worden. En daar stond een bepaalde tijd voor. Dus dan hadden ze kokend water en er ging dan zo'n spuit in en dan werd dat ding, dat werd dus afgesteld op het aantal minuten dat die in dat kokend water, of wat het moest zijn, zat om te infecteren. Nou, en dan liep dat ding op een gegeven moment af. En dan wist hij dus van, ik kan het uitzetten of ik kan er die spuit uithalen. Dat is in kort het verhaal. Oh. En dan wou je die klok? Die klok is zeker 100 jaar oud. Ja. En tot hoe lang is die gebruikt? Ja, dat weet ik niet, want ik ben altijd goed bevriend geweest met de zoon. Met Jan Bouwman, de vroegere hoofdonderwijzer. En daar kwam ik wekelijks, zeg maar. En op een gegeven moment, toen heb ik een keer dat ding zien hangen. Dus ik vroeg aan Jan, waar is dat? En Jan die heeft mij dat toen uitgelegd. Ik zeg, Jan, als je die weg doet, dan moet er zo'n man denken. Ja, maar die krijg jij niet, zei Jan. En ik heb misschien wel 100 keer, als ik daar wel eens was, iedere keer weer gezegd, Jan, denk nog eens aan die wekker, jongen. Ja. En toen op een gegeven moment, toen is Jan bij mij gekomen en toen heb ik die wekker gekregen. Dus het is een uniek ding, want die Bouwman, die was niet gewoon veearts, maar die was ook rijksveearts, ja. Van het Rijk uit, hè. Dus als er koeien overleed, dan moest hij daar autopsie, of hoe noemen ze dat. Hij moest dat in ieder geval, dat er geen besmettelijke toestanden of zo. Dus, dank je wel, dank je. Dus die is voor het museum. En bedankt voor de toezichting.